Zo, ik sta helemaal te shaken. Hij is eruit. Een beetje een slechte nacht gehad. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Goedemorgen, lieve patatties. Welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag een hele leuke dag, want ik ga naar de kaakchirurg. Want zie je deze tanden hier? Die zijn heel schuin. En je achter je heel zacht. Het is heel erg lelijk. Dus mijn verstandskies gaan eruit. Eentje toch eerst? Ja, als het goed is eentje, want twee tegelijk mag niet. En deze kanje die heeft de tweede chemo achter de rug. En die zit gewoon weer eventjes pilletjes te nemen, zodat ze niet misselijk wordt. Oh, oh. Mm-hmm. Dat is dus een ander soort. Dat is geen OnlyFans account hier. Doe even normaal. Gisteren was wel een topdag. Gisteren was wel een topdag. De eerste dag van de chemo. Nog echt niet klagen. En letterlijk, je voelde, ja, weet het af en toe niet, maar je voelde je gewoon lekker goed. En, ja. Ja, en de dingen waar ik al last van had, die had ik gewoon nog steeds. Het wordt niet extreem erger of zo. Nog steeds een beetje mentaal. En... Helemaal mentaal. Nee, maar nee, nou, vanochtend voelde ik wel mijn hoofd weer gloeien. Ik denk, nou, oké. Okay. Klein beetje misselijkheid voor opborgelen, maar het is nu 7:50, dus ik heb nu mijn pillen gewoon alvast ingenomen. Ja. Krakotje, Jess ligt nu lekker in bed bij mij en die wil ook nog een krakotje. Dus... Dat is wel een heftig nachtje, ik weet niet wat er gebeurde. Ja, ik heb ook bijna niet geslapen. Ik heb elke uur gezien, om 4 uur 's nachts dacht ik, ga maar even op mijn telefoon. Mm. Ja, ik heb best oké geslapen. En jij had echt ineens weer een nachtmerrie, heb je me wakker gemaakt. Wat was het? Weet je niet meer. Zelfs op het moment dat je wakker maakte, wist je het niet meer. Nee. Nou, sorry dat ik er niet bij kan zijn, Pipi. Nee, dat geeft er niks. Gaat vast goed komen, spuitjes erin en dan gewoon ontspannen en blijven ademen. Maar ik vind het, oh, alles in mijn mond vind ik echt... Ja, maar ze gaan het vast goed verdoven. Ja. Die prikjes zijn misschien wat vervelend, maar daarna voel je niks meer. En je hebt nu al zo van alles, van die enge dingen meegemaakt. Geef je snel een bed liggen. Ja, ik ga lekker rijden. Zo, ik sta helemaal te shaken. Hij is eruit. Prikjes deden eigenlijk geen zeer. Het is gewoon even goed doorademen. En daarnaast een beetje wikken en hij is eruit. Godverdekleren zeg. Ik sta wel echt helemaal dit. En mijn bek is natuurlijk zo verdoofd als ik weet niet wat. De volgende keer ga ik filmen. Ik heb het gevraagd en dat mag. Moet er wel iemand mee om de camera vast te houden. En nu ga ik lekker naar huis. Ga ik ijsjes eten en zo. Mijn wijfie is terug van het zwemmen. Ik heb jou gemist. Ik heb je ook gemist. Ik ga proberen een kusje te geven. Voel je het überhaupt met de verdoving? Nee, deels. Boven wel, onder is een beetje gek. Ik heb mijn mooie... Shirt. Allermooiste shirtje. Ik hij begint nu wel wat terug te komen. Heb je op paracetamol genomen? Ja, ja. Het zwemmen was fijn? Ja, zwemmen ging goed. Ik mocht toch gaan zwemmen van de verpleegkundige, want het is geen chloorwater meer tegenwoordig. Ja. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat ik ga zitten pissen in het water. En de hoeveelheid zweet wat je uitscheidt in zo'n groot zwembad, daar gaat niemand last van hebben. Nee, precies. Nee, nu met die chemo is het niet handig om te pissen in het water. Nee. Want normaal gesproken dan... Het is meer geconcentreerd, dan, zeg maar. Normaal gesproken mag het gewoon. Laten we het gewoon lopen. Nee. Oké. Okay. Nou, hartstikke fijn om te horen. Ja. Heb jij gezien hoeveel abonnees we er al bij hebben vandaag? Nee, ik ben even... Nee. Het gaat echt heel hard. Wat superleuk. Welkom allemaal. Ja, en ik heb ook nog met Suus gesproken. Dat is dus een vriendin van mij uit Tilburg. Die heeft het ook heel erg zwaar. En die is ook knijterpositief. En zo grappig, want zij zei dus... Dankzij jullie kijk ik nu niet meer tegen het moment op dat bij mij mijn haar eraf moet. En ze dat zegt, vind ik zo fijn. Hoe jullie met elkaar omgaan en zo bla bla. En dan zeg ik, ja, maar als ik jouw foto's kijk en jouw verhalen... Hoi! Ja, wij denken weer echt van, hoe kan jij zo positief ja, zijn? Ja, precies. Gewoon echt respect.
Dat is echt... Zo halen we weer kracht uit elkaar. We moeten nou, dat zei ik dus ook. Ik zeg, ja, samen sterk. Samen inspireren we elkaar en dragen we de pijn. Het is gewoon, ja. En toen zat ik ineens te bedenken, weet je, dat ik sinds de eerste video die we hebben opgenomen voor de kanker de rest niet meer heb gekeken. De video's niet meer heb gekeken, nee. Maar ja, we zitten er zo middenin dat je echt denkt van... Ik kan het gewoon niet zo goed. Nee, dat hoeft toch niet? De eerste heb ik gekeken. Daarna flarde van de rest. Maar ik ga het echt nog een keer kijken. We hebben het er al genoeg over. Ik ga verder met de badkamer, een framepje maken en zo straks naar de Hornbach. En vanavond komen Jen en Marius eten. Ik weet niet of Marius mee komt, Lindy komt mee. En vanavond komen Jen en Lindy eten. Dus dat wordt gezellig. Yes? Ja. Ik ga later. Is goed. Ik ga later. Zo, het is inmiddels 7:00. Ik begin wel wat rode kolen te krijgen weer. Ik heb het op zich niet heel heet of zo, maar ik voel wel dat mijn hoofd aan het gloeien is. Het voelt ook nog steeds niet echt als een opvlieger, wat ik elke keer om me heen hoor. Van, je voelt het echt vanuit je tenen zo opkomen of zo. Ik heb gewoon de hele tijd een rode boei. En mijn zus is gezellig hier. En met mijn nichtje heeft ze meegenomen. En die is nu even wat voetjes. Zit in de stoel. Hi! Wat zeg je? We hebben heerlijk gegeten. Heerlijk gegeten, lasagne. Lasagne van Lidl. Lidl. Ja, ik vind die gewoon echt heel lekker. Maar dat viel wel mee, toch? Oma sla. Oma sla, inderdaad. Is altijd lekker. Helemaal op. En Jesse is een beetje op de boeventocht vandaag. En helemaal fan van Shani! En nou ben je een beetje rustig aan het zijn, hè? Ineens, hè? Even lekker naar dinosauren kijken. Waar ben je aan het kijken? Ja. Ik vind het helemaal leuk, dinosaurus. Goedemorgen. Het is vandaag 9 juli. Een beetje slechte nacht gehad. Ik heb... ik kon niet goed slapen en heb heel veel last van maagzuur gekregen. Dus dat is even jammer. Dus ik heb vanochtend gelijk contact opgezocht met de verpleegkundige. En gevraagd of ik maagbeschermers kon krijgen. Dat komt door de dexamethason. Die antimisselijkheidspillen die trouwens goed hun werk doen. Alleen ja, alles wat ik natuurlijk binnenkrijg heeft gewoon een uitwerking op van alles in mijn lichaam. Dus... ik ben vandaag heel erg moe. Ik heb echt, ook door het slechte slapen denk ik natuurlijk. Dus ik ben even naar mijn lichaam gaan luisteren. Ben even in bed gaan liggen. Ben dit keer niet mee gaan zwemmen. Ik heb gisteren in ieder geval al lekker gezwommen. Dus ik denk, even rustig aan doen. Ik heb even wat andere kleding aan gedaan. Hoedje op, zodat mijn hoofd niet verbrandt. En dan ga ik even naar de apotheek lopen om die maagbeschermers te halen. En dan hoop ik dat het ook weer beter gaat. Gaan we hem zo openmaken? Klein stuk ongeduld. Ik ben even weer gaan openmaken. Dat is leuk, hè? Nou, omdat de chemo dus de slijmvlies heel erg uitdroogt. We hebben een beetje gelezen. Luchtbevochtigeraars zouden daarin goed kunnen helpen. En heb ik er eentje gekocht voor René. En voor mijn baby alleen maar de beste. En Jessie wil graag meehelpen. Doe maar deze overtrekken. Goed zo. Het zag er op het plaatje echt heel mooi uit. De recensies waren heel goed. Oh. Oh, it's a Dyson Pure Humidify Plus Cool.
de klemtoon verkeerd. Ja, ik dacht dat er stond humidify of zoiets, maar toen stond er wat anders. Humidify. Humidify. Nee, het is geen boksbal. Hij knipperde rood. Nou, we gaan hem even uitpakken en dan gaan we maar uitproberen. En in de volgende vlog zullen jullie zien of het mij een beetje geholpen heeft. Ja. En Jessie heeft alvast een nieuw bed. Jessie is aan behangen. Nou, vond je dit een toffe vlog? Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En nogmaals bedankt voor het medeleven. En heel graag tot de volgende vlog. Ciao, 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 ciao. I just wanna see where you're